We zijn vandaag te gast in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. En conservator Jaap Jongstra neemt ons mee naar het depot. In Prinsessenhof in Leeuwarden komen eigenlijk alle culturen samen in het aardewerk. En we staan nu bij Delfts aardewerk. Dat is echt iets waar een klein land groot in kan zijn. Absoluut. Delft is wereldberoemd. En in de 17e, 18e eeuw waren er 30 plateelbakkerijen die voor een grote markt produceerden. Van eenvoudig gebruiksgoed tot zeer grote luxe voorwerpen. En daar hebben we hier in de vitrine één voorbeeld van staan. Namelijk een 17e eeuwse bloemhouder. Uit ongeveer 1690 en gemaakt door Lambertus Clefius. En dit soort bloemhouders die werden speciaal gemaakt voor export, vooral naar Engeland, naar onder andere het Hof van William en Mary. Dit is dit zijn allemaal onderdelen van een tulpenvaas van Jan van der Vaart, zo gemaakt begin jaren 60. Van geglazuurd steengoed. En die moet ik even opbouwen, want het bestaat uit allemaal segmenten. Dat is voor mensen zonder katten. Absoluut, ja. Het leuke is, Jan van der Vaart, is een moderne keramist, die is net overleden een paar jaar geleden. Heeft minimaal 12 van dit soort vormen ontwikkeld. Tulpenvaas of bloemhouders. En hij wilde ook dat mensen deze gingen gebruiken. Dus het moest geen sierobject zijn die mensen gewoon neerzetten. En hij wilde ook echt dat mensen de objecten gingen gebruiken. En daar ook echt als een tulpenvaas of een bloemenvaas thuis een rol vervulde. Is dat ooit aangeslagen? Hij heeft ook later zijn keramiek zijn ook in oplages gemaakt, zogenaamde multiples. Dus dan werd er van één voorwerp meerdere afgegoten. En dat is inderdaad wel succesvol geweest. Hij is eigenlijk de nestor van de moderne keramiek in Nederland, van na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het ook wel eens gezien in Chinees porselein, dat je van allemaal van die tuutjes hebt waar je bloemen of tulpen in kan zetten. Is het daar op geïnspireerd? Dat klopt. Jan van der Vaart heeft zich gebaseerd op vooral Delftse bloemhouders. Die werden aan het eind van de 17e eeuw en ook nog gedurende de 18e eeuw gemaakt. Speciaal voor de hoven. En degene die er eigenlijk mee begon, dat was het Hof van William en Mary in Engeland. En er zijn een aantal Delftse plateelbakkerijen, zoals de Griekse A, die speciaal hele monumentale stukken hebben gemaakt voor dat hof. En die Mary die wilde ook graag, ja, die stak daar dan bloemen in. Vroeger werden ze ook tulpenvazen genoemd, maar dat is tegenwoordig kan dat niet meer. We zeggen bloemhouders, omdat het niet in archieven staat dat alleen voor tulpen werd gebruikt. Er werd gewoon voor diverse bloemen gebruikt. Alleen het begrip tulpenhouder of tulpenvaas, dat is een 19e eeuwse begrip. De tulp is natuurlijk een icoon bij uitstek van de Nederlandse cultuur. Vandaar dat gezegd werd, het waren tulpenvazen. Men vergat toen overigens dat de tulp van oorsprong uit Turkije komt. En ook een symbool is van de Turkse cultuur en niet alleen de Nederlandse.